Ben je tussen 18 en 65 jaar en heb je nog geen job? Dan zal je een traject naar werk volgen. Dit traject maakt deel uit van je inburgeringstraject. Net zoals de cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en het participatie- en netwerktraject. Binnen het traject naar werk ga je op zoek naar een job of volg je een beroepsopleiding. Werken biedt veel voordelen. Je ontvangt een salaris zodat je financieel onafhankelijk wordt, je leert elke dag bij, je ontmoet nieuwe mensen en je kan je Nederlands verder oefenen. Hierdoor voel je je sneller thuis in België. Om een job te vinden schrijf je in bij VDAB. Dat is een organisatie die je begeleidt naar werk. VDAB helpt je om geschikte vacatures te vinden en biedt verschillende opleidingen aan om je kansen op een job te vergroten. Als je dat wil, krijg je ook persoonlijk advies om je professionele leven verder uit te bouwen. Weet je niet welke job bij je past? Heb je hulp nodig om te solliciteren? Of heb je nog andere vragen over je carrière? Ook dan kan VDAB samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wat moet je doen? Na de ondertekening van je inburgeringscontract heb je 60 dagen de tijd om je in te schrijven bij VDAB. Er zijn drie manieren. Je surft naar de website van VDAB. Je kan de site naar jouw taal laten vertalen en jezelf inschrijven als werkzoekende. Lukt dit niet, dan helpt je trajectbegeleider je graag verder. Je kan je ook telefonisch inschrijven als je Nederlands, Frans of Engels spreekt en EU-burger bent. Hou je identiteitsdocumenten zeker klaar. Of je kan je inschrijven bij een VDAB-kantoor in je buurt. Nadat je ingeschreven bent, contacteert VDAB je. Heb je nog vragen over het traject naar werk? Dan kan je steeds terecht bij je trajectbegeleider. Veel succes!